Nieuws dan over schrijver Lale Gül. Lale Gül krijgt zoveel bedreigingen dat ze zelfs overweegt om tijdelijk in het buitenland te wonen. Dat vertelt ze in een interview aan nu.nl. En ze krijgt die bedreigingen al sinds het verschijnen van haar autobiografische roman. Dat is een groot succes. Ze schrijft daarin zeer kritisch over het moslimgezin waarin ze is opgevoed. En helaas krijgt ze dus veel bedreigingen, nu nog steeds. En Lale Gül is nu extra bezorgd omdat er vertalingen van het boek verschijnen. De Duitse versie is een paar dagen geleden uitgekomen. Maar er komt ook nog een Franse en een Engelse vertaling aan. Er komt ook nog een film aan. En ze vreest dus dat dat extra veel losmaakt. Ze overweegt dus om naar het buitenland te gaan en van daaruit verder te schrijven. Ja, Lale heeft ook afgelopen zomer een column gehad in het AD. Wat hoorde jij over die bedreigingen van haar? Ja, ik heb daar toen wel eens gesproken. Ja, het is een ontzettend stoere vrouw, omdat ze geen blad voor de mond neemt, terwijl het wel degelijk vergaande consequenties voor haar heeft. En ook toen was het al een precaire situatie voor haar. Maar zij maakt haar eigen afweging om alles te schrijven wat zij wil. En moet dat inderdaad bekopen met haar eigen veiligheid. Ja, niet alleen Lale Gül, maar ook andere columnisten bij u in de krant ook krijgen met bedreigingen en dit soort situaties te maken. Ja. Hoe ga je daarmee om als hoofdredacteur? Ik denk dat de situatie bij Lala nog wel iets anders is, omdat het ook echt betrekking heeft op haar familie. Mm-hmm. En de bedreigingen van andere columnisten misschien vaak van verder weg komen. Hoewel je dat bij Lale Gül ook niet helemaal kan uitsluiten van waar dat nou precies vandaan komt. Je probeert zoveel mogelijk er te zijn voor de mensen voor wie je verantwoordelijk bent. En aangifte te doen als daar aanleiding toe is. Mm-hmm. Zorgen dat ze in ieder geval altijd gesteund zijn door de redactie. En toch ook geen blad voor de mond te nemen. Want als je je door laat gijzelen, dan kom je ook op een terrein waar je eigenlijk niet wil zijn. Nee. Later in deze uitzending praten we nog verder over de persvrijheid. Want er komt vandaag ook een rapport naar buiten waarin staat dat het nog erger daarmee gesteld is dan we eigenlijk al dachten.